Zo tegen de 150 moeten we, want dan begin ik elke keer opnieuw. Ik begin nog niet kwijt. Nee, maar tegen de 150 lukt het nog wel, maar daarna dan raak ik de tel kwijt. Dus ik zeg gewoon 150, dat is wel goed, hè. Oh, wat fijn. Nee, dit is alsjeblieft. Ja, in de boot. Goed zo. Alsjeblieft. Dank je zo, alsjeblieft. Dat is hem. Dat is hem, ja. Dat denk ik ook, ja. Ik vind het eigenlijk niet. Hoe is het met jou? Alles Sinterklaas is lief. En Zwarte Piet ook. Ja. Sinterklaas. Sinterklaas. Al meer dan 1600 jaar is Sinterklaas als Sint. Wat dat voor ons betekent, dat snapt toch ieder kind. Duizenden cadeautjes voor arm en voor rijk. Maar als we nou niet oppassen, dan raken wij hem kwijt. Gezelligheid en liefde bracht hij naar Nederland. Nu dreigt dat te verdwijnen, wat is er aan de hand? Vandaag de dag is Sinterklaas van slag en voelt hij zich versleten. Niemand ziet de Sint meer staan alsof hij is vergeten. Iedereen praat over kerst en al dennenbomen, maar
Sinterklaas is al eeuwenlang verbonden aan Nederland. Als je in Nederland kijkt en of je dan in het westen of hier in het oosten kijkt, bijna iedere stad heeft wel een Sint-Nicolaaskerk bijvoorbeeld. Sint-Nicolaas wordt hier al eeuwenlang gevierd. Zelfs tijdens de reformatie, dus in de 16e eeuw, dan proberen ze Sinterklaas, want die was natuurlijk Rooms-Katholiek, dat was een heilige, dus daar wilden ze niks meer van weten, de protestanten. Probeerden ze hem echt helemaal de kop in te drukken. Mochten geen speculaaspoppen meer worden verkocht in Zwolle en ook in andere steden. Maar Sinterklaas laat zich gewoon niet onder komen. En dat is zo leuk dat je ja, zo'n echt Hollands feest, wat al eeuwenlang is, die heilige eigenlijk ja, heel sterk verbonden met Nederland. Waarom heeft u een kerstboom staan en geen Sinterklaasversiering? Janneke, ja, die vraag heeft beantwoord. Ja, daar weet ik ook geen antwoord op. Wij zijn een filiaalbedrijf en wij krijgen instructies van het hoofdkantoor. En die zeggen, we zetten een kerstboom neer. Dus, Ik denk dat kerst in de toekomst belangrijk zal worden. Tenminste, daar ziet het wel naar uit, want je ziet overal een kerstversiering. Ik weet het niet. Waarom heeft u geen Sinterklaasversiering? Wij zijn geen cadeauwinkel. Maar kinderen kunnen toch een warme jas krijgen van Sinterklaas? Jazeker. Meestal zijn die jassen ook al gekocht. Maar wij beginnen als modezaak meer een uitstraling voor de kerst. We hebben vaak een begin voor kinderen, ook voor Sinterklaas. We zetten daar een schoentje met een klomp of met stro en pepernoten bij. Maar we hebben ook geen kinderetalage. Kijk. De kerstman, het is een commercieel iets. Niets ten kwade, maar hou hem dan ook bij de kerst. En dan denk ik van Sinterklaas, we hebben zo'n echt Hollands feest. Laten we dat nou toch in ere houden. Hoeveel landen zijn niet vreselijk trots op hun folklore, op bepaalde gebruiken die ze hebben. Nou, ik vind dat we dat als Nederlanders, mogen we heel trots zijn op Sinterklaas. Plus ik vind het een ontzettend leuk feest. Een leuk feest, maar de strijd tussen de kerstman en Sinterklaas is nog niet beslist. De ondernemer zegt tegemoet te komen aan de wensen van de consument. Toch blijkt uit een onderzoek van het bureau MMA Research dat een ruime meerderheid in de regio Twente wel degelijk Sinterklaas viert. Ook ondernemen er steeds meer mensen actie om te voorkomen dat het Sint-Nicolaasfeest in Nederland verdwijnt. Zo is er onlangs in Enschede een vakbond voor Sinterklaas opgericht. Wij gaan de belangen van alle Nederlandse Sinterklaas behartigen door meer bekendheid te geven. Door ook de winkeliers te dwingen om meer aan Sinterklaas te gaan doen. Hoe kunt u winkeliers dwingen? Als er genoeg actie op touw gezet wordt, dan gaan ze vanzelf door de bocht. Maar wat voor acties gaat u nog ondernemen dit jaar? Nou, de bedoeling was dat de winkeliers die zeg maar niet meedoen aan Sint-Nicolaas, dat die telefonisch benaderd worden. Dat ze de doelstelling van de vakbond uitgelegd wordt. En met het verzoek of ze volgend jaar meer aan Sint-Nicolaas willen doen. Maar waarschijnlijk wordt dit jaar de eerste rode kaart al uitgereikt. U deelt rode kaarten uit, ja, aan winkeliers? De vakbond, ja. En er zijn diverse adressen van winkeliers binnengekomen uit hun landen die echt anti-Sinterklaas zijn. Er is ook één winkelier geweest die ook enorm veel anti-Sinterklaas uitingen naar de pers toe heeft gericht. En waarschijnlijk zal die winkelier de eerste rode kaarthouder worden. Maar wat betekent dat? Wat houdt dat in? Dat gepubliceerd wordt, ook in combinatie met de media, dat die winkelier anti-Sinterklaas is. De consument wordt verzocht om bij zo'n winkelier liever de Sinterklaas inkopen niet te doen. Toch maken niet alle ondernemers zich schuldig aan het vroegtijdig oproepen van de kerstsfeer. Zo is de heer Oude Kotte juist groot voorstander van het Sint-Nicolaasfeest en ook lid van het Overijssels actiecomité Lang zal Sinterklaas leven. Kun je zo meteen even terugbellen, ik zit even in een interview. Nou, met een half uurtje.
Dat comité staat, de naam zegt het al, voor het behoud van het oeroude Sint-Nicolaasfeest in Nederland. Wij willen dit graag de plaats laten houden die het al eeuwenlang gehad heeft. En het is natuurlijk zo dat, dat wij in Nederland erg veel feesten hebben. En vooral de winterdag ook vaak gezellige familiefeesten. Maar Sinterklaasfeest neemt toch wel een heel aparte plaats in. Maar dreigde de laatste jaren iets te worden overvleugeld door het kerstfeest. Wat duidelijk een ander feest is. Ook van oorsprong natuurlijk. Het kerstfeest is natuurlijk het feest om het kerstkind. Terwijl het Sinterklaasfeest het feest is voor het Nederlandse kind. Dus dat is duidelijk een essentieel verschil. Wat voor connectie heeft dat actiecomité met de vakbond voor Sinterklaas in Enschede? Nou, daar staan wij natuurlijk in feite buiten. Wij juichen daartoe dat er dus een belangenbehartiging komt. Maar de belangenbehartiging dus op het niveau van de praktische uitwerkingen en sociale voorzieningen voor Zwarte Pieten en dergelijke. Daar houden wij ons als comité toch eigenlijk buiten. Dat is ook niet onze essentie. Onze essentie is dat het feest blijft. En dat er dus daarnaast goede voorzieningen zijn voor Sinterklaas en voor de Zwarte Pieten. Dat is natuurlijk iets wat in deze tijd ook niet meer weg te denken is. Dat moet er gewoon zijn. We hebben de bovenste kamer, echt de hoogste kamer in het gebouw. Daar hebben we de werkkamer van Sinterklaas van gemaakt. Waarom? We vinden Sinterklaas eigenlijk heel belangrijk. Het heeft een heel mooi historisch verhaal. En dan is het gewoon vreselijk leuk om als museum daarop in te spelen. En dat hebben we gedaan. Maar door zo'n kamer in te richten, zoals hier in een museum, geef je eigenlijk al een beetje toe aan het verliezen van Sinterklaas. Nee hoor, helemaal niet. Sinterklaas is springlevend en we vonden het gewoon zo'n leuk idee. Kinderen willen bijvoorbeeld altijd graag weten, waar slaapt die man nou, waar werkt die, hoe ziet dat er nou uit? Nou, als je hier een keer een uurtje 's middags gaat staan en je ziet de kinderen binnenkomen en echt genieten van het plakboek van Sinterklaas en zijn bureau. En ja, dat is gewoon een heerlijk verhaal. En ik denk dat je als museum ook ervoor bent om tradities in stand te houden. En het is niet zo van, Sinterklaas' kamer is nu in het museum, dus het is een museumstuk geworden. Nee, absoluut niet.